Ik wil goed rustig blijven slapen. Is school echt nodig? What's up, Lamif? Cedric hier, a.k.a. Playco. En welkom bij mijn eerste schooldag. Ik zit nu in mijn laatste jaar industrieel ingenieur aan de UGent. En dit is vrijwel de laatste keer dat ik mijn eerste schooldag ga meemaken. Ik begin mijn dagen meestal met een korte meditatie, gevolgd door een gebedje, om God te bedanken voor de dag die hij mij heeft geschonken. Daarna heb ik mijn ontbijt klaargemaakt. De mensen die me al een tijdje volgen weten dat mijn ontbijt niet verandert. Elke dag havermout, klaar! Après ça, je me pose en luister ik naar mijn lievelingspodcast. I feel like there's a lot of like famous for providing value to a niche group of people. Yeah, how do we do that? It's through the content. Bon, het is 8:45, mijn les is om 9 uur. Het is een vak genaamd multimedia. Weet ik wat dat is? Nee, ik heb geen idee. Maar we gaan samen ontdekken. Ik ga met de fiets, met een prachtige fiets. Fuck is echt pijnlijk, man. Jesus Christ. Ik val hier in slaap. Moet ik dat nog dragen? Daar heb ik geen idee van een masker moeten dragen in de les. Dat is ook echt zwaar aan mijn tand. One eternity later. Yep. Eerste schooldag. Let's go. Dat is mijn eerste les overleefd. Dat is moeilijk. Nice. Ik ben een beetje moe. Zie. Wow, ben je terug van mijn les? Ik ben rustig in slaap gevallen deze les. Rustig. Sma, man. Dat ging zo over beeldverwerking en zo. En dat ligt mij niet echt. Ik vind dat niet zo interessant. Maar kijk, schat. Ik heb het overleefd. Nu ga ik een ditje doen. Binnen 1 uur heb ik weer een les. En moet ik weer op campus zijn. En plus, ik heb een nieuwe camera. Check. Ik zou de YouTuber zetten. Momenteel film ik met mijn iPhone omdat mijn camera kapot is gegaan. Opeens, hij wil niet meer aangaan. Mijn vorige camera. Gewoon zo. Je maakt die na, Cedric. Het is gedaan. Ik moet hem nog instellen. Anders had ik hem gebruikt. Maar ik moet hem nog deftig instellen en zien hoe dat hij werkt en zo. En dan kan ik video's van kwaliteit maken. Echt zo. Crispy kwaliteit. Maar nu slapen. Ça va? Nu ga ik slapen. Ik wil goed rustig blijven slapen. Is school echt nodig? Het is een verplichte les. Anders was ik rustig blijven slapen. Wow, laten we. Chappen. Maar ga ik te laat zijn in mijn les? Ja, ik ga rustig te laat zijn. Ik weet dat nu al. Een wijze man heeft ooit gezegd: wees niet te vroeg, maar wees te laat. Want tijd kan te laat zijn, maar niet te vroeg. Wat ja? Ik ben klaar met mijn lessen, maar ik ga nu kort voor 15 minuten een beetje herhalen wat ik gezien heb in mijn lessen vandaag. Mijn laatste les, dat was transmissielijn. Met het hele klaslokaal waren we meteen, plus de prof. We zijn de enige twee die dat vak hebben opgenomen als kunstvak. Ik moest ook normaal zijn 3 uur les geven, maar 1.5 uur les geven. Wat dat magnifiek is. Dat is magnifiek. Veel meer leerkrachten moeten dat doen. Nu zit ik zo altijd op die campus. Technologiecampus in Zijnaarden. Dat is eigenlijk aan de rand van Gent. Maar ik heb die campus echt niet graag. Die is zo super afgelegen. En je hebt zo enkel ingenieurs en zo. Je ziet enkel jongens. Kudde Jimmy. Ja, kudde Jimmy Laba. En veel uitzonderingsstudenten daar ook zitten. Dus ja, diversiteit is onbestaand. Ik was denk ik legit de enige donkergetinde in het hele gebouw. We vergaan hem voor heel veel. Ja, ik ben klaar mijn laatste jaar aan de UGent. Misschien. Misschien ga ik volgend jaar nog verder studeren. Waarschijnlijk. Want ik ga niet werken. Nee. Ik wil nog profiteren van het studentenleven. Maar als ik verder studeer, gaat dat niet in Gent zijn. Het kan, hè. Het kan dat ik zo binnen 1 jaar zeg van oké, ik denk het, ik ga nog in Gent blijven. Maar
Gent. Ik zou Gent echt aanraden voor studenten. Het is echt een mooie stad. Mooi, klein, alles is te doen met fiets. Dat is echt een studentenstad. Je voelt dat gewoon als je hier rondloopt. Qua diversiteit, het is aanwezig, maar je moet gewoon je best doen om bijvoorbeeld donkergekleurden te vinden. Laten we zeggen. Ik heb het gevoel dat de vibe van Brussel en de vibe van de mensen in Brussel past gewoon beter met mijn vibe. Dus, mogen we zo zien. Ik heb nog een jaartje te doen. Dan ben ik klaar. Dan ben ik ingenieur. Dit is echt snel voorbij gaan. Echt super snel voorbij gaan. Ik besef zo niet eens dat ik een master zit. Dat ik echt zo'n masterstudent ben. Dus dat pas als ik zo naar buiten ga, ik zie zo jonge studenten. Dan denk ik van wow. Eerste was kapotleuk. Eerste was mijn beste jaar. 2018, 2019, dat jaar was kapotleuk. Wow, die nostalgie naar dat jaar, man. Gaan zorgen dat dit jaar lid is. Corona, blijf weg. Huh? Blijf in de hoek. Oh, dat was een kleine update van mijn leven. En nu ga ik eten. Ik ga nu de trein halen, want ik ga bij mijn broer gaan om te rijden. Binnen een week heb ik mijn rijexamen. En dan kan ik eindelijk stoppen met de trein te nemen. En de lijn. Ik ga nu elke dag oefenen, omdat ik ben zeker, ik haal die. Ik sta klaar. Omdat ik ben onafhankelijk. Omdat ik heb eindelijk mijn rijbewijs. We gaan allemaal onze rijbewijs halen dit jaar. Vooral met mensen die nu aan het oefenen zijn. Ik pray. God, ga jullie je rijbewijs schenken. Ik zeg het jullie. Voilà, dit was mijn dag. Hopelijk hebben jullie van genoten. Als je het leuk vond, laat een klein likeje achter. Abonneer. En tot de volgende.